Het doet wel wat, hè, dat jullie misschien moeten stoppen. Ja, dat zou een stuk van mijn leven weghalen eigenlijk. Al meer dan 40 jaar kan iedereen bij speelotheek Pinocchio in Leiden terecht om speelgoed te lenen. Althans, tot nu. Want de speelotheek heeft een flink vrijwilligerstekort en dreigt zelfs te moeten sluiten. Ja, heel groot probleem. Want een aantal vrijwilligers gaat stoppen door meer werk of privéomstandigheden. En dan zouden we na de vakantie maar met 4 personen over zijn. En dat lukt niet, dus we moeten vrijwilligers hebben. Jullie dreigen nu al een dag minder open te gaan, hoe zit dat? Ja, dat klopt, want er zijn een paar weken geleden zijn er 2 mensen plotseling gestopt. En ja, dat hakt er toch wel even in, zo'n gat. Want ja, iedereen heeft zijn eigen diensten. En met vakanties en dergelijke is het dan anders helemaal niet meer op te vangen. Jullie zitten hier pas kort, maar jullie bestaan al heel lang, hè? Ja, we bestaan meer dan 40 jaar. 1976 zijn we opgericht. En sinds wanneer bent u erbij betrokken? Ik ben zelf al meer dan 35 jaar erbij betrokken. Wat is nou de oplossing? Nou ja, omdat wij natuurlijk ook voor onze leden open willen zijn, hebben we minstens 4 mensen nodig. Wat voor publiek komt hier nou? Ja, van alles en nog wat eigenlijk. Er zijn mensen die het beter hebben, maar ook vaak mensen die minder geld hebben. En buitenlandse asielzoekers die ook geen speelgoed hebben thuis. Dus het maatschappelijke belang is ook heel erg groot? Ja, zeker weten. Ja. Kan de gemeente niet wat betekenen? Meestal bemoeien zich er niet. Ik geef een subsidie en klaar is het. Ja. Mensen die het leuk vinden een aantal uur per week te helpen, kunnen op sot.pinocchio.nl kijken voor meer informatie.